Ja. Ik zit hier naast Team Zuid-Holland met Merit, Rowan en Jelisa. En jullie spelen? Puk, Fabio en Tina. Ja, hoe hebben jullie het ervaren om met zoveel kinderen, we waren met z'n zeventienen, om met zoveel kinderen te repeteren? En hoe is het dan om nu uit elkaar te gaan eigenlijk? Ja. Nou, het was wel, wij waren best wel close qua groepje. En ja, iedereen, de hele kinderkast was best wel close. En iedereen kon heel erg goed samenwerken en we leerden ook heel veel dingen van elkaar. Dus dat was wel heel leuk. We waren echt een hechte groep met z'n allen. Zijn we nog steeds? En denken jullie dat jullie ook andere mensen van andere groepjes gaan missen heel erg? Of gaat dat wel meevallen? Ja, ik denk wel. We zijn natuurlijk zo lang elke zaterdag en zondag naar Amsterdam gegaan. En dat is toch gewoon een deel van je leven soort van geworden, toch? En dan is het wel raar als dat dan opeens stopt. Dus dat is denk ik wel heel erg. Ik denk dat ik wel die kinderen heel erg ga missen, ja. Jullie hebben alle drie ook al wel in andere voorstellingen gespeeld. Maar nog niet van Homemade. Merken jullie grote verschillen tussen de repetitieperiode en de speelperiode van Homemade en van iets anders? Ik wel, ja. Want ik deed, voor Tina deed ik Billy Elliot bij Joop van den Ende. En daar is het wel voor mijn gevoel wat strikter dan bij Homemade. En op een goede manier hoor, maar bij Homemade krijg je veel meer vrijheid, wat heel fijn is. En ook bij het instuderen van je rol krijg je meer vrijheid. En ze geven je natuurlijk wel richtlijnen hoe je het moet doen. Maar het is wel een soort hele relaxte sfeer. Ja, precies. Klopt. Je mag het zelf invullen, zeg maar. Dus dat is heel fijn. Ja. En hebben jullie in de voorstelling ook een beetje invloed kunnen hebben op jullie rol? Of moest het echt op een bepaalde manier? Zeker. Je kreeg een scène voor je en die mocht je dan zelf met je groepje gewoon gaan doen. En dan kreeg je wel aanwijzingen van, misschien kan je het zo aanpakken en zo aanpakken. Maar je mocht ook zelf ideeën inbrengen. Waardoor het eigenlijk ook een beetje van ons drie uiteindelijk is geworden. En van ieder groepje zo zijn eigen dingetje. Ja. En merk je daardoor ook heel veel verschil tussen de verschillende groepjes? Nou, er zijn wel degelijk wat verschillen. Ja. Iedereen brengt het anders, zeg maar. Het komt wel op hetzelfde neer, maar ieder groepje heeft wel zijn eigen dingetje en zo. En iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen kwaliteiten, dus dat maakt elk groepje ook heel specifiek. We hebben natuurlijk ook, gewisseld van groepjes met repeteren. En soms was je er dan gewoon 4 dagen niet. Maar de volwassen acteurs gaan natuurlijk gewoon door. Is het dan lastig dat je dan een aantal dagen moet inhalen eigenlijk met repeteren, omdat er dan een ander groepje was? Of, weet ik niet. Het is toch heel erg, de volwassenen hebben niet heel veel invloed op jouw rol. En toch op de een of andere manier ook weer wel, omdat zij jou heel veel kunnen geven en daar kan jij weer wat mee doen. Maar met mijn rol heb ik vooral veel te maken met Puk. En dat is toch echt iets tussen ons twee. Dus ik denk niet dat de volwassenen op dat gebied heel erg invloed op ons hebben gehad. En ja, vooral als de kinderen iets nieuws leerden op een andere dag, dan kregen we filmpjes van onze kinderbegeleidster meestal doorgestuurd. En dan vroeg ze of we dat gewoon thuis zelf even konden oefenen. En dan gingen we in het weekend gingen we dan weer met z'n allen even oefenen. En dan was het gewoon. Dus je hoefde niks te missen eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Je kreeg alles qua filmpjes en dat soort dingen. Ja, dat was heel fijn. En hebben jullie er zin in? Ja, heel erg. Hartstikke veel. Zeker. Yes. Dick, Tina de Musical. Ja. Het was helemaal Fabio. Fabio die had zo mooi. Nee, doe maar nog een keer. Tina de Musical. Ja. Wat vind je ervan? Vandaag de grote première. Ik word helemaal gek. Moet je achter je kijken. I Love Tina. Binnen sterft het van de meiden en de jongens en de moeders en de oma's. En het buiten regent het een beetje, maar ik heb echt het gevoel, het kan me helemaal niet meer schelen. Al word ik kleddernat, het is zo vrolijk, het is zo fijn, het is zo top, ik vind het helemaal leuk. En
denk het wel, maar ben je ook wel trots op wat je nou hebt neergezet ja, in de weet afgelopen je weken? Weet je waar ik zo ontzettend trots op ben, en dat weet je zelf ook. We hebben met z'n allen die voorstelling gemaakt. Het is niet zo dat er 8 volwassenen een voorstelling hebben gemaakt en dat we daar 3 kids in passen. Nee, we hebben echt met jullie, met z'n 17e en wij met z'n allen. We hebben gewoon in 1 ruimte hebben die voorstelling gemaakt. Daar ben ik super trots op. En wat er staat is, het voelt ook, het is gewoon van die hele club. En het is echt een goed feestje. Ja, ik ben daar super trots op. Het gaat natuurlijk helemaal top worden, maar ben je ook nog een beetje zenuwachtig ervoor misschien? Een beetje zenuwachtig. Je kent me. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik kan niet meer van de zenuwen. Maar weet je, straks dan begint die voorstelling. En dan zit ik eigenlijk alleen maar de keren te tellen dat mensen even lachen. Uh-huh. En voor de rest, natuurlijk ben ik zenuwachtig. Maar ik kan er ook niks meer aan doen. Het is nu van de spelers. En dit wordt een hele lastige vraag, want de voorstelling is helemaal super. Maar heb je toevallig 1 scène die je echt geweldig vindt? Ja. Je lievelingsscène? Ja. Nou, ik heb er 2. Ik vind de ruzie tussen André en oma over mannen en vrouwen. Vind ik ook heel erg leuk. Dat vind ik echt een van de grappigste scènes uit de voorstelling. En ik vind Mooiste Meisje, als jullie dat zingen. Wie het ook zingt, een van jullie 5. Dat vind ik het meest ontroerende moment uit de voorstelling. Vind ik echt, dit heb ik nog niet voor elkaar gebokst om dat zonder tranen te kijken. Vind ik echt zo mooi. Dat vind ik de 2 mooiste momenten van de voorstelling. Heel erg bedankt en heel veel toi-toi-toi dadelijk. Ja, hartstikke goed, zet hem op. Ik sta hiernaast. Tina. Buk. Fabio. En hoe heet jullie in het echt? Lieke. Holly. Jannes. Heel erg gefeliciteerd met de première. Het ging volgens mij supergoed, ja, toch? Ja, het ging echt goed. Het was echt heel leuk om te doen. Dus ik heb echt genoten. En hoe is het om in een voorstelling van Homé te staan? Is dat leuk, anders? Ja, echt supergoed. Je wordt zo erg goed ik kom niet uit mijn woord. Net als Fabio. Hij zit nog in zijn rol. Ik zit nog voor de mensen thuis. Maar je wordt echt super begeleid. En ja, het is zo een feestje om het te mogen doen. Echt. Ja, ik vind het ook vooral leuk omdat we echt heel veel eigen inbreng hebben en zo. Dus het is niet zo dat we dit moeten doen en daardoor hebben we onze rollen ook echt wel eigen gemaakt. En was vandaag het première publiek nog iets anders dan een normaal publiek? Nou, het was wel veel enthousiaster. Ze klapte echt na elk liedje en het was gewoon een heel enthousiast publiek. Ze moesten heel veel lachen, dus het was heel erg leuk. En hebben jullie vandaag nog bloopers gemaakt? Ja! Ik wil graag. Ik ben van de bloopers. Nee, dat schijntje. Maar dit keer wel. Na een liedje moest je eigenlijk af. Moet ik, de laatste zin van het liedje moet ik af. Dus ik dan dacht, het liedje is afgelopen, dus ik ga weg. Maar het liedje was nog niet afgelopen, dus ik ging al weg. Ja, ik stond hem ook zo aan te kijken. Jongen, wat doe jij? En toen zei hij, oké, we lopen gewoon een rondje en dan gaan we weer toneel op. En dan zingen we het laatste refreintje en dat is gewoon goed gegaan. Dit zag er niet heel lelijk uit. Nee, ik denk dat in de zaal niemand het heeft gemerkt. Ja, het zag er nog wel leuk uit. Ik sta hier naast Teun Plantinga. Gefeliciteerd ten eerste. Ja, dankjewel. Volgens mij ging het heel goed, toch? Ja, het ging absoluut heel goed. Ja, het publiek reageerde lekker en meer dan dat ik gehoopt had. Tenminste, je hoopt dat het goed gaat. En nou ja, ze reageerden en het was fijn, het was leuk en volgens mij viel alles wel op zijn plek. Ja, zeker. En je speelt heel veel rollen. Wie speel je allemaal precies? Oh god. Nee, het zijn niet zoveel. Ik speel de vader van Tina. Ik speel André de Haas, de koerier. En ik speel Julio, de Spaanse lover van oma. En welke vind je dan stiekem het leukste? Nou, dat is de grap met als je meerdere rollen speelt, dan heeft elk personage heeft iets wat je leuk vindt. En Julio is me heel klein, maar ik ben toch altijd blij als ik in het begin naar Julio echt op toneel. Alle rollen hebben iets leuks. Maar ik vind André de Haas vind ik eigenlijk wel leuk, want die kan lekker vet. Die is wel lekker Amsterdams, weet je wel. En lekker roekeroekel met de duif. Dat vind ik wel heel leuk. Maar ik vind papa ook weer heel leuk, want ik vind papa met mama samen weer heel leuk. En ik kan eigenlijk niet kiezen. En omdat je zoveel rollen hebt, verschillen ze dan ook heel erg met hoe je zelf bent? Of heb je in allemaal wel iets van jezelf gedaan? Nou, nee, ze verschillen wel van hoe ik zelf ben. Ik ben geen Spaanse lover. Ik ben geen Oost-Europese koerier. En ik ben ook geen papa die het heel goed probeert te doen. Nee. Maar nee. Maar je neemt natuurlijk wel heel veel van jezelf mee. En vanuit je eigen lijf en vanuit je eigen stem. En van de straat. Dus alle personages hebben iets van wat je ooit hebt gezien. En dat heb je heel erg goed gedaan. Nou, dankjewel. Ja, Dick, we hebben elkaar net buiten gesproken. Hoe was het? Nou ja, je was er zelf bij. Het was een
ontploffing van geluk. Het was een explosie van feest, ballonnen, leuk, grappig, publiek reageerde op alles. Ja, ik heb echt een feestje meegemaakt en ik vond het heerlijk. Ik vond het echt, en ik loop een beetje op wolken, zeg maar, nu. Dat is het. Nou, de voorpremière is geweest, de première is geweest. Hoe nu verder? Ja, maar ik weet het niet meer, jongen. Het is wel zo dat nu de première is geweest. Alle zesde casts hebben nu eigenlijk ook nog een stukje première. Want die moeten allemaal voor de eerste keer nog op voor een echte voorstelling. Het zijn echt nog zes voorstellingen waar ik me ontzettend op verheug. En de tour wordt knallen. Het wordt gewoon een tour van feest door Nederland. En daar verheug ik me heel erg op. En iedereen kan overal nog kaartjes kopen. Tina-musical.nl. Dus ga dat zeker zien. Zeker. Doen. 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 Hallo. Ik sta hier naast een paar andere mensen van de kinderkast. Hoe vonden jullie het om deze première te zien? Ja, super gaaf. Het is heel leuk om een ander groepje ook te zien te spelen. Want ja, je leert toch wel van elkaar. Dus ja. Ja, hetzelfde eigenlijk. Ja. En hoe vinden jullie het ook om in een voorstelling van Homemade te staan? Ja, hartstikke leuk. Het is heel leuk, want bij Homemade gaat het vooral om dat, dat heeft Dick ook gelijk aan het begin gezegd, je komt er in hoe je erin gaat en je komt er beter uit. En dat vind ik heel fijn. En hoe vonden jullie de première gaan? Hebben jullie nog wat bloopers gezien? Want jullie kennen het verhaal natuurlijk heel erg goed. Ja, er zaten nog wel een paar dingen in, maar voor de rest, het ging echt super goed. Ik heb bijna geen enkel foutje gezien eigenlijk. En ja, we spelen natuurlijk allemaal zelf in de voorstelling. Kun je dan nog wel echt naar de voorstelling kijken? Of ben je dan echt alleen maar kritisch naar bepaalde dingen aan het kijken? Nou, ik vind het gewoon heel leuk om iedereen weer te zien. En iedereen heeft weer andere dingen die leuk zijn om te doen. En iedereen doet het weer anders. En daarom is elk groepje leuk om te zien. En hoe vonden jullie de zaal? Het was echt... De zaal was heel erg enthousiast. Hoe was dat? Ja, het was wel heel erg leuk. Want bij elk grapje ging iedereen wel lachen. En het was dan heel leuk om te horen dat ze dan gingen lachen. Nou, dank jullie wel. Ik sta hier naast Mariska. Hallo. Hallo, hallo, hallo. En Mariska gaat over een tijdje ook oma spelen. Ja, vanaf 1 januari vervang ik Aniek Boer. En dan word ik oma. Ja. Heel erg leuk. Ja. Hoe vond je de voorstelling? Ik heb genoten. Ja? Er zat leuk veel snelheid in, het was kleurrijk en ik heb ook verschrikkelijk veel gelachen. En het was, je zag dat ze zelf ook op het toneel heel veel plezier hadden om het te doen. Ja. En dat is zo ongelooflijk leuk om te zien en om naar te kijken. En het schoot voorbij. Ja. Het was echt zo, en opeens was het klaar, applaus. Dus je hebt heel erg veel zin om ook te gaan spelen. Enorm, het script ligt natuurlijk al thuis. Ik heb ook heel bewust gewacht... Tot vandaag. Ik heb het alleen maar één keer doorgelezen. En nou ga ik zo heel langzaam ga ik eraan snoepen. En zie je jezelf dan al een beetje voor je als ja, in die rol? Nou, ik vind dat creatieve proces, dat gaat erbij helpen natuurlijk. Hè? Dingen uit je hoofd leren, tekst in je kaak krijgen. En dan ga je een typetje... maar ik weet dat ik anders ben dan Aniek. Ja. En ik heb er zin in om op de een of andere manier met de tekst die vaststaat en de dansjes die vaststaan om te kijken van waar zit mijn creatieve invulling in. Dus dat vind ik wel leuk. Oké. Okay. Ja. Heel erg bedankt. Alsjeblieft.